In deze video laten we zien hoe u een project aanmaakt in SolarEdge Designer. Stap 1. Klik op het plusteken om uw project te starten. Voer de site-informatie in. De tool selecteert automatisch het dichtstbijzijnde weerstation. Voer nu de naam van de klant in. De meest voorkomende netspanning wordt voor u automatisch geselecteerd. En klik op Create. Stap 2. Teken het dak- of panelenvlak. Zet met de tekenfunctie de contourlijnen van het dak uit op de luchtfoto. Begin met de buitenlijnen. Let op, soms is de luchtfoto in een hoek genomen. Maak daarom altijd gebruik van de hoekpunten van het dak om een nauwkeurige 2D-schets te maken. Dit helpt u later bij het maken van een 3D-weergave. Zet nu de binnenlijnen van het dak. Dan gaan we nu over naar 3D-modus. Selecteer een dakvlak en sleep de noklijn omhoog, zoals hier, om de juiste dakhelling te krijgen. Stap 3. Nu gaan we de panelen plaatsen. Klik op het icoontje PV-module Placement. Kies het dakvlak waarop u de panelen wilt plaatsen en selecteer het paneeltype. U kunt de manier van montage en de oriëntatie indien nodig wijzigen. Nu kunt u enkele panelen toevoegen. Klik op een willekeurig punt op het dakvlak waar u de panelen naartoe wilt slepen. Panelen die buiten het dakoppervlak vallen of die over andere panelen of obstakels heen liggen, worden niet toegevoegd. Selecteer eventueel de andere dakvlakken waarop u panelen wilt plaatsen. U kunt de oriëntatie van de panelen aanpassen aan uw dak. Oké, tijd voor stap 4. Het elektrisch ontwerp. De designer maakt een advies op basis van de locatie, netwerkspanning, dimensionering van het DC-vermogen en beoogde DC-AC-verhouding. Als we de DC-AC-verhouding verhogen, krijgen we automatisch een ander advies, zoals deze. Klik op Generate om omvormers aan het ontwerp toe te voegen. Nu moeten we de strings creëren door de Power Optimizers aan de panelen toe te wijzen. Klik met de String Tool op een niet toegewezen paneel. Sleep vervolgens de Power Optimizers door de string. De designer controleert automatisch of het systeem aan de ontwerpvoorschriften van SolarEdge voldoet, zodat u weet dat uw ontwerp in real-time goed werkt. De laatste stap is het genereren van een opbrengstrapportage. Klik op Reports and Summary. Deze geeft een samenvatting van het ontwerp en een schatting van de jaarlijkse opbrengst. De designer maakt ook een stuklijst aan, compleet met SolarEdge onderdeelnummers. Dit maakt het bestellen via uw distributeur makkelijker en zorgt ervoor dat u de juiste onderdelen krijgt. We hopen dat u van deze video hebt genoten. Zorg dat u op de hoogte blijft en ontvang meer SolarEdge instructies.